Oh, wat heb ik een geluk. Eevee leeft nog. What up YouTube? Super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we zijn nog steeds bezig met de Pokémon Let's Go Eevee Nuzlocke Challenge. We zijn in Team Rocket's hideout en we moeten hier gaan battlen omdat we de liftsleutel nodig hebben. Omdat we naar boven moeten richting Jesse en James en Meowth en de grote baas. Want ze hebben Cubone nog steeds gevangen genomen. Doe even een blauw duimpje omhoog alvast en ik zou het leuk vinden als je even een reactie dropt. Want ik wil even weten, vinden jullie nog steeds tof dat ik deze game speel? Nog steeds Pokémon Let's Go Eevee, ja. Ik heb deze game al zoveel gespeeld op mijn YouTube kanaal. En ik wil gewoon even bevestiging van jullie dat jullie dit nog steeds tof vinden. Ik vind het wel super spannend allemaal of dit allemaal goed gaat. Dit gaat natuurlijk wel goed, want die Grimer, ja, dit is niet zo'n hele bijzondere Pokémon natuurlijk. Dat gaat wel helemaal goed komen met onze steenkop, onze Graveler. En ja, geef mij gewoon even die liftsleutel, man. Doe even sportief. Doe even sportief. Maar dat doet hij natuurlijk niet, want die guy, die gooit hem even daar bovenop. Deze man, hè. Deze man. En dit was nieuw in Pokémon Let's Go. Dit was niet in de originele games. Toen kon je gewoon de liftkey pakken, de liftsleutel pakken. En ik vind het wel een leuk stukje, want dit is het enige stukje dat je met Eevee kan spelen. We moeten eventjes die stoel daar neerzetten, zodat we Eevee omhoog kunnen krijgen. Maar ik zou het super leuk vinden als ze dit ook in de nieuwe Pokémon games gaan inbrengen. Als je iets vaker gewoon met je Pokémon kan spelen. Dat je gewoon je Pokémon kan besturen. Want het is super leuk. Toen ik dit voor het eerst speelde, ik vond het echt een heel leuk stukje. Alleen ja, het is maar de enige keer dat het mag. Hoe tof zou het zijn als je in sommige situaties komt waar je een bepaald type Pokémon nodig hebt om verder te komen. Dat je bijvoorbeeld een water-Pokémon nodig hebt om een brandje te blussen. Ik bedoel, daar heb je toch je Pokémon voor dat soort dingen. Ik vond het super leuk. Hier, liftsleuteltje, bam. En ja, daar staan Jesse en James. En Meowth, en die horen wat. En dan zegt James van, ja, nee, ja, dat was gewoon de maag van Meowth die je hoort. Hoppakee. En toen hadden we opeens de liftsleutel. Nice. Oké, let's go. We gaan naar boven. En hier. En dan gaan we deze kant op. En dan moeten we volgens mij hier naartoe om de lift te pakken. Dan moeten we weer over deze portals heen. Lijkt wel op Schiphol, man, als je op zo'n loopband staat. Mind your step. Mind your step. Waarom heet het trouwens Schiphol? Ik vind dat super raar. Ik bedoel, er komen geen boten toch? Er komen toch vliegtuigen? Waarom heet het niet Vliegtuighol? Dat was veel logischer. Ik vind Schiphol eigenlijk gewoon een hele rare naam. Zullen we een petitie starten voor Vliegtuighol in plaats van Schiphol? Anyway, we zijn bij de lift aangekomen. En dan gaan we naar de vierde etage. We moeten naar boven. En daar zijn we. Ligt er nog een itempje voor me? Ja, er ligt zeker nog een item voor me. Dat is een elixir. En dan mogen we nu gaan battelen tegen Jesse en James. Maar ik moet even kijken, want dit wordt natuurlijk een 2 versus 2. En dan moeten we eigenlijk gewoon heel snel korte metten maken met onze tegenstanders. Dus het is niet heel handig, denk ik, om aanvallen te gebruiken die 2 beurten duren, zoals we net Dick deden. Misschien moet ik Queen een keer gebruiken, samen met Eve. Kijken wat ze allemaal voor aanvallen kent. Heb ik nieuwe aanvallen voor Pixie trouwens? Want die Pixie die kent nog steeds Roar. Dat is best wel meh. Ja, ik heb nog niet veel bijzonders om aan Pixie te leren. Eve kent wel een Psychic type move. Dus dan moet ik het maar van die Psychic type move gaan hebben, denk ik. Ja, wij willen Cubone redden. Want jullie moeten Cubone gewoon teruggeven, man. Wat gaan jullie nou Pokémon stelen, man? Pokémon meenemen, schedel eraf halen. Dat klopt niet, man. Dit kan je niet maken. Dit kan je niet maken, Jesse en James. Echt niet. Daar zijn ze. Arbok en Weezing. Zoals altijd. Eve en Queen moeten dat gaan doen voor mij. Oh, toch Queen. Oeps. Ja, lekker dit. Glitzly Glow. Dan ga ik eerst voor Weezing, denk ik maar. Ja, dit is kak. Ik ga toch maar een keer Dick proberen. Dan hoop ik dat Eve ten allemaal een beetje overleeft. Glitzly Glow op Weezing. Dit doet best wel veel pijn. Oké, dat is nice. Top. Nu doet Arbok doet Glare. En die doet Glare op Eve. Ah, oké. Oké, Nidorina doet nu Dirk. Dat is nice, die is in ieder geval sneller dan Weezing. Dat is top. Weezing doet wel een Sludge. Oké, die kan ik hebben. Dat is top. Dus even kijken, dan doe ik nu een Glitzly Glow op Arbok. Want Nidorina gaat straks eerst. En ik heb een beetje de hoop dat Nidorina gewoon die Weezing wel nakt. Poison Jab is een hele sterke move. Die is heel naar. Kom op, Dirk. Oh, nee. Nee. Oh, gelukkig. Eevee wordt niet geraakt. Ik heb geluk. Maar Eevee is wel paralyzed. Oh, nee. We moeten nu wel snel die Weezing nakken. Ja, dat kan ook echt alleen maar Dick doen, joh. Crunch. Ik krijg een crunch op Queen. Die overleeft dat wel. Die kan dat wel hebben. Queen doet weer Dick, dus die is weg. Nu moet je wel echt gaan raken, Eevee. Nu moet je wel echt gaan raken. Kom op. Glitzly Glow. Nice. Oké. Weezing is weg. Dat is top. Weezing is gone. Ah, dit hadden we wel even nodig. Ik moet het niet meemaken dat Eevee kapot gaat, jongen. Dan heb ik echt een groot probleem in deze Nuzlocke. Oké, Eevee die is genezen van zijn paralyzation. Kijk, dat is lekker. Want dat betekent dat we nu ook weer sneller zijn dan Arbok. Kunnen we Arbok alvast keihard raken. Met Glitzly Glow, inderdaad. Bam. Die is lekker. En zou Nidorina het dan af kunnen maken? Ik denk het nog niet.
Ah, hij doet weer glare. Zijn we weer paralyzed. Kom op, Queen. Sloop die Arbok. Lekker. Nice. Nice. Die voor jullie, Jesse en James. Hoppa. Ah, gelukkig. Oké, dit hebben we ook weer gedaan. Ze zegt, word niet te arrogant omdat je maar een klein beetje sterker was. James zegt, inderdaad, de volgende keer gaan we weer gewoon nakken. Grote mond, dit, dat. En dan jaagt Eevee ze weg. Eevee is weer vol en Queen is weer vol. Heb ik even een Paralyze Heal ook nodig voor Eevee. Want ik weet niet precies hoe het nu verder gaat. Of we hier ook weer moeten battelen. Yo! Dit gaat allemaal over de Sylph Scope. Die ligt daar op de tafel. Die willen we hebben. Want daarmee kunnen we natuurlijk spoken zien. En Archer moet doorgaan om Sylph Company te winnen voor Team Rocket. Yo, Archer. Moet ik met jou ook battelen? Ik moet met jou ook battelen. Oké, heel goed dat we Eevee gewoon op plek 1 hebben laten staan. Want ik verwacht dat dit een heavy battle wordt, jongens, met Archer. Archer gooit een Weezing. Oké, daar hebben we een super effective move voor. Nice. Die Weezing is wel level 33. Maar goed, wij zijn 32. Dus dat is niet zo heel groot verschil. Glizzlyglow, ik denk keer 2. Die sloopt die Weezing wel. Ja, oké, dit gaat goed. Nou, niet opeens super gek gaan doen. Sludge Bomb, die kunnen we ook wel hebben. Oh, dacht ik. Dat is een critical hit. Doe eens even normaal, joh, Weezing. Met je critical hit. Hoppakee. Oké, Weezing is gone. Wie heeft die nu als tweede? Is dat een spannende Pokémon? Het is een Golbat. Nee, die kunnen we wel hebben. Die moeten we kunnen hebben. Oké, niet te hopen dat Golbat opeens all-out gaat. Crunch. Crunch doet wel pijn, maar oké, dit gaat wel goed. Is ook een critical hit, dus uiteindelijk was die niet super hard. Ik ga geen risico nemen, man. Ik ga geen risico nemen. Ik gooi gewoon een super potion. Ik bedoel, ik heb ze niet voor niks. Ik gooi gewoon een super potion nu op Eve. Want Eve mag echt niet kapot gaan. Als een van die anderen kapot gaat, dan valt het dan wel te overleven, denk ik. Maar als Eve kapot gaat, dan wordt het heel moeilijk om deze Nuzlocke te halen. Nog een keertje Glizzlyglow. En bam, dat is het einde. Het einde van Golbat en het einde van Archer. Later. We krijgen echt lekker veel XP trouwens, maar er is geen één Pokémon level up gegaan. Dat vind ik wel verrassend. Vergeef me, Giovanni. Vergeef me, ik ben verslagen door een kind. Lekker voor je. Moest je Cubone me niet gevangen nemen? Hij is in ieder geval onder de indruk dat we hier zijn gekomen. Yo, what up, Giovanni? Kijk, Cubone is super verdrietig. Hij roept zijn moeder. Oké, dit wist ik niet. Ik dacht dat hij me hier liet gaan. Hij heeft 2 Pokémon. Eentje is een Persian. Die kunnen we niet super effective raken, want we hebben geen fighting type Pokémon. Of is Persian ook dark tegenwoordig? Dan nog wordt het moeilijk. Ik denk dat ik voor de bouncy bubbles moet gaan. Hij doet fake out. Dat doet een klein beetje damage en dan ben ik natuurlijk flinched. Ben ik wel sneller? Nee, Persian is sneller. Oh my gosh, dit is een probleem. Kom op met je bouncy bubble. Die Persian is level 35, jongens. Als die geen aanval heeft die sterker is dan Slash, dan vertrouw ik er nog wel op dat het goed gaat komen. Als ik gewoon kan blijven bouncy bubbelen. Oké, blijf doorgaan met die Slash. Nu heb ik 26 HP over. En hoeveel krijg ik terug? Ik krijg hoeveel HP terug? Bijna 20. Oké. Nog één keer. Nog één keer Slash. Of nog kom op, bouncy bubble. Nak hem. Nog niet. Gelukkig heeft hij niet hele sterke aanvallen, deze Persian. Want hij is echt een aantal levels hoger, jongen. Het is best wel gevaarlijk. Ik ga gewoon wel weer een super potion gebruiken. Ik heb het nodig, jongens. Ik kan niet zonder mijn super potions. Giovanni gaat lekker door met Slash. Kijk, dit is geluk, jongen. Oh, wat heb ik geluk. Eevee leeft nog. Het was een critical. Oh, als die net had gekomen, jongen, dan hadden we zo'n groot probleem gehad. Wauw. We hebben geluk, man. Persian is klaar in ieder geval. En Eve groeit een leveltje naar level 33. En welke Pokémon heb je nog meer dan? Oh, Sky groeit trouwens naar level 31 nu. Die wil Agility leren. Dat hoeft niet voor mij. Die ga ik toch niet gebruiken. Nu een Rhyhorn. Ik denk dat die Rhyhorn heel sterk is. En ik ga er wel een beetje vanuit dat ik sneller ben dan Rhyhorn. Rhyhorn is volgens mij een langzame Pokémon. Bouncy Bubble. Als die maar niet zo'n one-hit KO move heeft. Nee, lekker. Dat zullen we nooit weten, want ik one-hit KO hem. Bam. Later, Rhyhorn. Hoppakee. Lekker, Eevee. Goed gedaan. Oh, die Rhyhorn was ook nog spannend. Want Rhyhorns kunnen inderdaad een aanval leren die je in één hit KO't. En als dat met Eevee gebeurt, ga ik huilen. Echt. Maar niks, jongen. Je hebt niks op mij. Die Persian was nog wel lastig. Giovanni heeft toch nog wel een soort van respect voor mij. Omdat ik hem als kind zijnde genakt heb. En daarom krijgen we de Sylph Scope. Hij zegt alleen, ja, jij zal mij nooit begrijpen. Ik stap nu opzij, maar de volgende keer, dan komen we elkaar nog wel een keertje tegen. Althans, dat hoopt hij. Hij wil graag nog een keer met mij battelen. Kom, Cubone. Kom maar. Wegwezen hier. Hij zegt ook, ja, misschien kan je nu de spoken zien. Nu je de Sylph Scope hebt. Denk ik wel, Archer.
Sterker nog, dat weet ik wel zeker. Dus dat is onze volgende stop. De Pokémon Tower in Lavender Town. Maar voordat we daar naartoe gaan, moeten we natuurlijk eventjes met deze meneer praten. Want dan krijgen we de move waarmee we van stad naar stad kunnen vliegen. Dus dat is super nice. Die kan Eevee leren. Nee, want dit is een soort van ballonnenmachine. Ja, dit is een epische uitvinding, jongen. Dit. Wie dit heeft verzonnen, als je dit kan maken, dan ben je epic. Er zit zelfs een stuurtje aan dat ding. Zag je het? Kijk, er zit daar gewoon een stuurtje. Nu kunnen we Skydash doen, dus kunnen we lekker snel terug naar Lavender Town. Dankjewel meneer, super cool. En als het goed is, gaan we hier nog iemand anders tegenkomen. Tenminste, dat dacht ik. Dus even kijken. Ja, zie je? Kijk, hier zo. Brok. En die zegt, hé, ik had niet verwacht om je hier tegen te komen. Ja, maar je komt me wel tegen, vriend. Ik ga richting de Celandon City Gym, zegt Brok. Omdat ik contact moet houden met alle andere gymleaders. Maar dit is niet de gym, jongen. Hij zegt de meisjes bij de gym. Die kijken allemaal de andere kant op als ik kom. Het is zo zielig voor Brok. Hij probeert het zo hard. Hij ziet er nog best oké uit. Maar op de een of andere manier is Brok altijd awkward richting de meisjes. We hebben een kopje thee gekregen en daarmee kunnen we natuurlijk ook nu naar de andere steden. We kunnen nu de thee aan de guards geven en hij wenst ons het beste. Dankjewel Brok, jij ook. Tot later. Ik vind die Kingler nog steeds super tof. Even mijn Pokémon healen. We zouden dus nu naar Lavender Town kunnen gaan vliegen en dat gaan we straks ook wel doen. Maar eerst ga ik eventjes hier doorheen, want dat kan nu. Want we kunnen nu gewoon wat te drinken geven aan deze guards. Oh, lekker thee. Nam, 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 nam. En nu mogen we dus doorlopen. Super nice. En hij deelt het ook met de andere guards. Ik weet trouwens even niet of hier nog een route tussen zit. Dus ik ga sowieso even een lure aanzetten. Want misschien komen we hier nog wel een nieuwe Pokémon tegen dan. Of zitten we gelijk in de volgende stad? Ja, we zitten gelijk in Severn City. Helaas. Dan gebruiken we Skydash. Hoppakee. En dan zijn we weer in Lavender Town. En dan moeten we hier de toren in. Want hier is Nuzzy ook. Die vraagt, waar is Cubone's moeder? De meisje zegt, Cubone die zoekt zijn moeder. En de meisje haat Team Rocket. Nuzzy ook trouwens. En ik ga samen met Nuzzy op zoek naar de Cubone natuurlijk. Hier in deze toren. Nuzzy zegt, ik hou niet van spoken, maar ik moet dit doen. Let's go, Nuzzy. Let's go together, man. We doen dit samen. Ja, ook in deze toren moet ik gewoon Eevee gebruiken. Oh, en trouwens, we kunnen een Gastly vangen natuurlijk. Dat is wel nice. We kunnen een Gastlytje vangen. Want in deze toren hebben we nog geen andere Pokémon gevangen. Nuzzy zegt, denk je dat er echt spoken zijn? Wat is dat? Ja, kijk. En we kunnen ook voor die Hunter gaan. Maar dat is wel dangerous. Dat is wel gevaarlijk. Want die is moeilijker te vangen. En als we hem niet vangen, mogen we ook geen andere Pokémon hier meer vangen. En dan hebben we geen Gastly. Dus, oh my god. Maar ik moet voor Hunter gaan. Want er spant als eerst een Hunter. Die anderen waren gedespant. Er spant als eerst een Hunter. Ik moet dit gaan proberen. Ik moet deze Hunter gaan vangen. En of ik deze Hunter ga vangen, zie je in de volgende aflevering. Want we zijn weer toegekomen aan een nieuw hoofdstuk. Namelijk de toren in Lavender Town. Sorry, soms moet ik het zo doen. Sorry. Doe wel wat van een blauw duimpje omhoog als je deze serie tof vindt. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon video's en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/rickatu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel.